Ja, een elektrische auto kun je natuurlijk ook eventueel huren als je hem niet wil kopen. Maar ja, willen klanten dat eigenlijk wel, Ben? Nou ja, de firma Hertz die baarde opzien door een enorme order te plaatsen voor allemaal Tesla Model 3. Ja, ja. De 3-modellen voor de verhuur. Ja. Maar wat blijkt, de alle vorig jaar in Europa gehuurde auto's was slechts 0,22% was volledig elektrisch. Ja, maar ja, weet je, heb je de prijzen gezien die ze ervoor vragen? Nou, voor een huurauto. Ja. Maar dat is überhaupt, sowieso hè? Zijn die al hartstikke duur. Dan doe in de zomer altijd als we op vakantie gaan dan. Maar het is echt zoeken naar een beetje normale prijs voor een brandstofauto. Maar de elektrische auto's die zijn nog duurder. Maar die dus normale prijzen, dat mensen dat niet doen. Vind ik nog aan de hoge kant, hoor. Ja. Vergeleken met voorgaande. Maar dan de elektrische zijn nog duurder. Ja, ja. Dus dat gaan mensen echt niet doen. Nee, dat klopt. Weet je, mijn collega die is net terug uit Spanje en daar was de brandstof nog enigszins betaalbaar. Wellicht heb jij het zelf ook gezien. Ja, €1,47 zo'n beetje. Nou, klopt. Ja. In Griekenland zag ik dan vorige week was €2,20. Dus dat waren gewoon eigenlijk de Nederlandse prijzen, zeg maar. Maar even over die benzineprijs. De accijns is natuurlijk hier iets omlaag gegaan. Maar iedere dag gaat hij wel met een centje omhoog. Nu zit ik bij sommige pompstations weer op €2,20 de liter. Maar ik kreeg gisteren een berichtje dat de olie aan het zakken is. Ja, maar dat zie je nooit terug. Nee, zodra het stijgt. Daarom, dus, maar ik denk dat ze langzaamaan, wat die 17 cent accijns die we nou een soort van cadeau krijgen. Ja, komt er een van kop. Bij. Ja, dat gaat er wel af. Dat is er nu natuurlijk wel af. Maar ik denk dat die olieproducent zegt, nou weet je, nou hebben ze die accijns, doen wij er elke dag een centje bovenop. Dan hebben ze alleen maar meer winst. Ja, weet je, en nou ja, laten we ook de boeren niet vergeten. Het is natuurlijk god en god droog. Mm-hmm. Als je nu kijkt voor een boer wat het kost om zijn dieseltank op het erf vol te gooien om te kunnen beregenen. Het kost gewoon meer dan het dubbele ten opzichte van vorig jaar. Ja. En de prijzen zijn niet na van dat meegestegen. Dus we krijgen nog een gek jaar, hoor. Maar goed, als je een auto huurt, dan kijk je toch naar de prijs. En als die prijzen hoog blijven van die elektrische auto's, gaan de mensen dat dus niet doen. Dan nemen we een benzine. Ja. Plus wat ook nog weer meespeelt. Mensen willen, als ze op vakantie zijn, dan ben je gewoon... Dan wil je niet wachten op het laden. En dan wil je niet op zoek naar een laadpunt of wat dan ook. Het is ook de onduidelijkheid. Ja. Dat je denkt van, ja, kan ik dan wel ook overal laden? Of zit ik zometeen met een probleem? Dan heb ik dus een elektrische auto gehuurd. Hè, dat is goed voor het milieu. Maar kan nergens laden. Nee, vooral in Spanje. Maak jezelf maar eens even duidelijk tegen een Spanjaard. Waar is hier een laadpaal? Hoe heet dat? Ja, dat klopt. En als je Puelo Lado. Donde est un... Puelo Lado is dat, Puelo Lado. Ja, precies. Dus, nee, weet je, dus eigenlijk willen mensen gewoon auto met verbrandingsmotor huren. Hij moet ingeleverd worden. Rijden langs de dichtstbijzijnde tankstation, volgooien en klaar weer. Dan, lekker. Ja, goed. Dan beginnen de bestuurders. Ja, die hebben toch sowieso twee strafpunten op hun rijbewijs. Hè? Dus als je twee keer wordt aangehouden met een ernstig delict, dan moet je rijbewijs inleveren. Nou, dan gaat in eerste instantie gaat het CBR een onderzoek doen naar je rijbevoegdheid. En met een beetje pech, als het heel zwaar is inderdaad, dan wordt het gewoon ingenomen. Ja. Maar was het in 2020 nog 7000 constateringen van extra strafpunten, zijn er nu al bijna 9000 in 2021. Zo. Dus aan de ene kant heeft het te maken met door corona dat er minder verkeer op de weg was. Dus de jeugd die leeft zich ook wat meer uit. Aan de andere kant heb ik ook al eens over gehad dat de auto was natuurlijk een hele veilige plek om toch een beetje te chillen en muziek te draaien en misschien ook wel lachgas te gebruiken, waardoor je gekke dingen gaat doen. Ja. Dus we hopen eigenlijk nu alles weer een beetje los is en open is, dat de jeugd zich ook wat meer in gaat houden. Want ja, je rijbewijs haal je één keer en anders los nog van alle gevaren. Ik denk dat de politie daar ook wel een taak in heeft om dat te uiten. Gisteren was er een hele grote controle in Amsterdam op fietsende appers, of appende fietsers. Dikke boete, €149. Dan geeft de politie dat mooi naar buiten toe. Maar ze zouden dat ook meer moeten propaganderen. Over van, jonge bestuurder, pas op, want je hebt zo 3 punten of zo. Weet je, dat is zoiets. Echt een campagne ervan maken ook. Nee, want ze zijn volgens mij niet bewust van het feit wanneer je dan punten krijgt en hoeveel strafpunten je dan krijgt als je iets doet. Nee, maar ook met drank op. Ik bedoel, in principe is het natuurlijk zero tolerance wat absoluut, mij betreft. Maar zolang je nog denkt, eentje mag, twee mag. En de zomer komt eraan. Ja, niet doen. En als je beginnend bestuurder bent, ik zou gewoon kiezen voor de verdubbeling van de strafpunten dan maar. Ja, dat zou ik ook graag willen. Zeg, je ziet af en toe vrachtwagens zie je al rijden. Met twee van die hele kleine puntjes aan de zijkant. Twee uitsteeksels. De Audi Q5 en Q7 hebben dat volgens mij ook al. Cameraatjes in plaats van buitenspiegels. Ja, we hebben het al eens over gehad. Bij Audi kost het een goede €1,400 meerprijs. Maar bij Mercedes zeggen ze nu, eigenlijk is het is hartstikke leuk. Maar we gaan het niet verder implementeren in onze personenauto's, behalve in de vrachtwagens. Want het is eigenlijk bedoeld voor een stukje luchtweerstand. Aan de andere kant, bij auto's is het verwaarloosbaar. Want de luchtweerstand die je wint,
weegt niet, wordt weer teniet gedaan door de stroom die de cameraatjes verbruiken. Plus, die camera's... Je hebt een camera nodig met stroom en je hebt een schermpje nodig. En een scherm. En dat scherm zit veelal op het moment dat jij dus je handen aan het stuur hebt op de goede manier. Ja, hij zit in het hoekje van je dashboard, zit of je hand ervoor. Maar wat blijkt in de praktijk, als je naar het schermpje kijkt, moet je ogen anders scherp stellen dan dat je gewoon even dat heb ik ook geleerd, in de spiegel kijkt. En in de spiegel is natuurlijk altijd, je ziet echt wat het is. En dat cameraatje is eendimensionaal. Dat gevoel heb ik ook. Ja toch een beetje toch naar een scherm kijkt, dat je denkt, kan ik erop vertrouwen? Het gaat er altijd, vertrouw niet op de camera's. En dan moet je dat eigenlijk wel gaan doen. Ja. En met name bij vrachtwagenchauffeurs, dan zijn je spiegels eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Ja, alleen bij de vrachtwagens is het blijkt het gewoon in de praktijk wel heel goed te werken. Omdat je dan veel meer spiegels kijkt dan bij een personenauto. Bij de personenauto is het veelal met inhalen en even gauw. Maar een vrachtwagenchauffeur die heeft veel meer te maken met zijn spiegels. Die heeft een achteruitkijkspiegel, hè? Dus. Precies, dus die rijdt er al veel meer mee. Ja. Dus bij Mercedes zeggen ze nu, we gaan toch die cameraatjes niet verder invoeren. Nee. Ik denk ook dat het met de dimensies te maken heeft. Jouw eigen ogen kunnen altijd nog driedimensionaal kijken en scherp stellen. En op zo'n schermpje dus niet. Nee. Dan heb je twee dimensies. Kan je geen diepte inschatten. Het is ook een reden dat Tesla het nooit gedaan heeft, hè, dat soort spiegels. Want die hebben ze nou voor de aerodynamica hoeven het helemaal niet doen. Dat is, nog minder dan 1/10% of zo wat het scheelt aan actieradius. Dus we doen het gewoon niet. Je kan het goed uitproberen hoe dat zou zijn met zo'n cameraatje. Moet je eens met één oog dicht gaan rijden. Ja. Dat is raar. Ja. Dat is heel eng. Ja. Want je hebt de diepte heb je dan niet meer. Nee. Goed, we hadden het vorige keer over lampen bij de spoorwegovergang. Ontstond in één keer een enorm dilemma. Waarom staan er altijd twee rode lampen? Nou, dat is gewoon voor de... Wat zei jij nou ook alweer? Ik dacht dat het was, als er eentje kapot gaat, dan hebben we altijd die andere nog. Ja, maar wat blijkt, er zijn wel degelijk overwegen nog met één lamp. En dat zijn de waarschuwingsinstallatie bij landelijke overwegen. Dat is echt een... daar is eigenlijk het enige waarschuwing is een witte lamp. Betekent, er komt geen trein aan. Ja. Eén knipperende rode lamp, je ziet ze eigenlijk zelden meer. Ja, ze worden steeds meer vervangen, omdat ze gewoon gevaarlijk zijn. Ze worden nou vervangen. Ja. Er is nu ook al... vroeger had je echt die gloeilampen, zeg maar. Tegenwoordig is het natuurlijk allemaal LED. Het is nu zelf al, er is al één overwegbeveiliging in Nederland. Die heeft niet alleen die halve slagbomen, maar daarachter ook nog eens een setje extra slagbomen. Oh. En daarnaast een verkeersdetectiesysteem, moeilijk woord. Dat op het moment dat er een auto of fietsers of voetgangers, als de slagbomen gesloten zijn, op het spoor zijn, krijgt de naderende machinist een melding in zijn display en via akoestisch signaal dat hij acuut in de remmen moet, omdat er dus de spoorweg niet vrij is. En dat is alles om een aanrijding te voorkomen. Ja, en wacht ook altijd eventjes tot het rode licht gedoofd is, want er kan nog een trein komen. Hoe vaak zie je dat wel niet? Dat mensen gelijk eroverheen. Ja. Zo gevaarlijk ook. Ja. Goed, dankjewel, Ben van Tilburg.